Ik heb geen zin om die mail te moeten beantwoorden dan. De laatste mail die ik ontvangen heb niet eens zin om je naam te noemen, want je bent niks. Iedereen kan de mail vinden onder mijn laatste video. Inge, even voor je vriendje kijk mee. Want hij haalde natuurlijk iets naar voren. Het ging om de waterstoot. In België. Maar emotionele intelligentie. Daarin verward. Dingen die niet kloppen. Blijven liegen. Leuk als mensen heel veel van me geleerd hebben. Het is alleen jammer dat mensen er niks mee doen. Dat blijven liegen. De mail kan ik gewoon plakken aan die van Sandra Janni. Het is gewoon weer hetzelfde hoor. Als je me niet bij eigen emotionele zelfbewustzijn kan komen. En in staat om het te herkennen en benoemen van je eigen emoties. Beter in staat om de gevoelens te begrijpen. En het verschil kunnen zien tussen de gevoelens die je hebt en het handelen wat je doet. Hoe kan je met jezelf leven als je zo'n e-mailtje stuurt? Ja, het reguleren van de emoties. In plaats van alles maar naar frustraties laten komen en de woede. Transformeren naar iets, het kunnen reguleren. Gewoon door minder... Mensen kunnen met hun praatjes, kunnen ze heel veel mensen gewoon vernederen. Zijn ze maar het gevecht aan het aangaan. En alleen maar bezig met verstoringen in het geheel. Omdat hun graag het donker willen vasthouden, neutraal willen zijn. Gewoon dualiteit. Want dan kunnen ze het kwaad in zich en de dingen die ze slecht doen bij andere mensen, op die manier proberen te verantwoorden ofzo. Het is niet alleen... Minder agressie blijkbaar moeten hebben, maar het zelfvernietigend gedrag waar mensen mee bezig zijn. In plaats van met persoonlijke gevoelens naar persoon of een opleiding of gezin of wat dan ook. Ik bedoel, hoe ga je om met je stress? Als je niet eens eerlijk kan zijn en de waarheid spreken. Dan hang je echt in een soort van eenzaamheid, sociale angst en dat wat je hebt. Zodra iedereen weet wie je bent, ben je dat dus allemaal kwijt en dus ook gewoon echt alleen. Terwijl als je wat kan doen met je emoties, waardoor je gewoon verantwoordelijker bent, beter in staat bent om je te kunnen concentreren op wat er allemaal om je heen aan het gebeuren is. En dan kan je wel doen alsof je aan het slapen was, maar achteraf een onderzoek doen. En zeker een 2 jaar verder gaan met zoiets, dan ben je gewoon te veel impulsief aan het doen. Er zit geen zelfcontrole aan. En in die mail kan ik echt gewoon met plusjes en mintjes, kan ik laten zien dat het allemaal op een min uitkomt. Het is gewoon de empathie die ook gewoon aan je emoties moet zitten. Het perspectief. Van anderen aan te kunnen nemen. En gevoelen. 5D-wezen. Dingen voelen. En niet jouw gevoelens. Die van die anderen. Uiteindelijk is het toch het gevoelen geworden. Maar de sensitiviteit van andere mensen. Het in staat zijn om te kunnen luisteren. Naar iemand. Als die alleen maar de waarheid spreekt, wat ga jij er dan proberen tegenin te gaan en te verdraaien als je alleen maar leugens kan verspreiden? En dan de relaties, de omgang daarin. Wat ben je allemaal aan het analyseren, aan het begrijpen als je alleen maar vanuit je eigen smerige jij aan het kijken bent en niet conflicten aan het oplossen bent en alleen maar probeert te onderhandelen? En dan gaat het voorbij meningsverschillen, hè? Als er gewoon een waarheid is, een leugen is. Sommige mensen vanaf het begin weten waar ik mee bezig ben, anderen niet mee bezig waren, het gekopieerd volop bezig zijn. En wanneer ik het plagiaat noem, zelfs dan nog eromheen blijven hangen, leuk doen, het aanmoedigen. En wanneer ik dan zeg dat in de video maak, oh dus het zit in dat team.
daar weer stiekem op willen doen of zo. Uiteindelijk is het ook assertief zijn. Jij bent degene met je wilskracht. Jij bent degene die een route volgt, kiest of je naar links of naar rechts gaat. Ergens afstand van neemt of ergens bij blijft pakken. Maar nee, hè, de communicatie, daar weer verwarring in proberen te veroorzaken. Alleen maar bezig met wat populair is, waar mensen het meest aan hebben. En vanaf daar, daar wel de vriendelijkheid, daar wel betrokken. De rest gewoon maar wegduwen of zo. Uiteindelijk gewoon mensen bezorgd houden. Het is gewoon het sociale en het harmonieuze. Het harmonieuze. De harmonie. Dat gewoon kapot maken binnen groepen om zelf vooruit te kunnen gaan. Zelf een positie vast te kunnen houden. Er wordt gewoon helemaal niet gedeeld. Er is helemaal geen eerlijke samenwerking. De mensen zijn niet behulpzaam. Kun je een hele site aanmaken, sowieso maar. Waar gewoon in de brainfuck gewoon te zien is. Zielen ruilen van anderen, mij helpt hun ziel. Ze weghalen bij het licht, vol op het donker in, voor jouw dualiteit. Maar jij gaat met hun het licht zoeken. Is het echt gewoon, dit gaat voorbij politiek, democratie of racisme. Is gewoon de omgang met anderen. Hoe wil je zelf behandeld worden? Het is echt, nog meer emotionele chantage. Waarbij mensen alleen maar hunzelf in hun vingers aan het snijden zijn. Het is echt gewoon diep triest dit. Zeker als je reclame maakt voor jezelf op een andere manier.